Nou, we staan erin. Ja, supermooi. Fleurt de boel helemaal op. Ja, heel erg bedankt. Ik vind het echt heel mooi geworden. Echt heel leuk. In 12 stekjes groen help ik mensen die van hun bescheiden buitenruimte een groene oase willen maken. Ze weten niet waar ze moeten beginnen. Dus samen met de bewoners ga ik aan de slag om hun stekkie duurzamer, groener en comfortabeler te maken. Vandaag ben ik op bezoek bij Esther in Arnhem. En Esther woont in een appartement op 1 hoog. Ze heeft geen tuin, maar ze wil heel graag helpen de buurt te vergroenen. En ik ga vandaag kijken wat de mogelijkheden zijn. Hey! Hey, goedemorgen. Hallo, ik kom naar beneden. Nou, daar ben ik. Ja, leuk. Ja, ja. Ja, je wilde heel graag je straat vergroenen, hè? Ja, klopt. Ja, maar geen tuin. Nee, ik heb geen tuin, helaas. Nee, maar goed, er is hier al wel veel groen in de straat. De gemeente wil ook heel graag vergroenen. Ja. Want je zit ook in een buurtgroep die vergroent, hè? Ja, ik ben aangehaakt bij een groengroep hier in de wijk. Dus wij willen zoveel mogelijk groen in de wijk. Dus wij willen zelf vergroenen, maar ook mensen helpen om te vergroenen. Ja, want heb je al een beetje wat geprobeerd? Nou, ik weet eigenlijk niet zo goed wat hier goed kan. Ja. Ik hou wel van veel groen. En lijkt me leuk om grote, ja, hoge dingen. En er is ook niet zoveel ruimte hier. Nee. Nou, je moet natuurlijk wel gewoon nog over de stoep kunnen. Maar je kan hier prima de lucht in, want je hebt een hele mooie muur. Ja. Het is wel schaduw, dus dan gaan we straks even kijken wat er kan. Maar ik zie al allemaal voorbeelden in de rest van de straat. Met klimmers en kleine geveltuintjes ook. Dat ziet er echt heel leuk uit al. Ja. Dus we kunnen wel gaan kijken wat er allemaal is hier in de straat. Ja, leuk. Ja. Ja. Ja, dit is heel leuk, hè? Ja. Deze. Oké. Vuurdoorn. Er komen hele mooie rode bessen in. Nou, de besjes zitten er al in, ze zijn alleen nog niet rood gekleurd. Houdt ook van zon. En vogeltjes zitten daar ook heel graag in. Die nestelen daarin, omdat hij ook dorens heeft. Dus mensen blijven hier aardig gemakkelijk om te kijken wat een dorens erin zit. Oh, dat is wel echt een grote, ja. Het is eigenlijk een soort heester, maar ze hebben eigenlijk helemaal zo omhoog laten groeien. En eigenlijk een beetje als een soort van klimplant gecreëerd. En die Toscaanse jasmijn is echt een klimmer. Dus die kan echt via een draad of zo'n trillenscherm helemaal omhoog. Ja, dit is heel leuk gedaan. Dit is ook die Pyracantha, vuurdoorn. Oké. Deze staat er dan een stuk langer. Wat valt je op aan deze? Vergeleken met, die heeft geen bessen. Nee, hij wordt heel vaak geknipt. En als je hem heel vaak knipt, dan gaat hij veel meer vertakken. Wordt hij veel compacter en veel dichter. Dus voor de vogeltjes veel interessanter. Als je hem vaak knipt, is het ook zacht, hè? Dus dan zijn die dorens ook niet zo gemeen nog. Dat zijn gewoon jonge takjes. Ja. Zie je? Nou, dat is ook heel mooi gedaan. Ja, heel mooi. Weet je wat het is? Die ene, het is een passiebloem, zie ik. Ja, ze hangen er zelfs in, hè? Ja. Vruchtjes. Ja. Worden dan, als de zon goed schijnt, helemaal mooi oranje. Oh. Heel mooi, maar echt de zonaanbidder. Ah, ja. En er zit ook nog wat doorheen. Ja, dat is Toscaanse jasmijn. Ja. Die is nu nog wel in bloei, deze. Ja, weet je hoe dat komt? Dat hij nu in bloei is, ja? Ja. Doordat de zon erop staat? Ja, dat is de warme kant, de zonnige kant. Dus dan heb je meer bloemen, wat ik al zei. Maar als we weer een keertje min 15 krijgen, dan vriest dit helemaal terug tot aan de grond. Echt waar? Ja. Alles, allebei? Ja. De passiebloem en de Toscaanse jasmijn? Ja, dat zijn allebei mediterraans. Oh. Ja. Aha. Dus die kunnen wel een beetje vorst hebben, maar niet hele strenge vorst. En ik vertelde je over de groengroep. Ja. En met die groep hebben we hier samen met bewoners een tuintje aangelegd. Dat is hier om de hoek. Ik zal het je even laten zien. Ja, ik ben benieuwd. Dit is het tuintje. Dus hier zijn een aantal tegels gewipt. Ja. En, nou, aardig wat. Ja, zeker. En netjes bandjes eromheen. Ja. Dus deze borden hebben jullie aangelegd met de groengroep? Ja. Ja, samen met de bewoners. Want uiteindelijk moeten de bewoners van dit complex het gaan onderhouden. En water geven en zo. Nu is het vlak, dat is wel slim. Ja. Want als dan het regenwater hier valt, dan kan het ook nog in die borden stromen. Ja. En dan stroomt het er altijd omheen. Dus dat is wel slim gedaan. Ja. En hoe komen jullie aan deze beplanting? Ja, met Arnhem Klimaatbestendig heeft hiermee geholpen met de tegelswippen en het aanleveren van de plantjes. En wij als groengroep hebben eigenlijk de verbinding gezocht met bewoners. Dus wij zijn hier gaan aanbellen van, nou ja, wie vindt dit leuk en wie zou het mee willen organiseren of mee willen aanleggen en onderhouden. Ja, en voor mijzelf ook. Ik wilde ook al wel een tijd een geveltuintje. Ook onder andere doordat ik bij de groengroep ben gaan deelnemen. Maar ja, hoe begin je dan en hoe leg je dat aan? Dus dat is dan wel fijn dat we die verbinding kunnen leggen. En dat we de mensen bij elkaar kunnen brengen om dit dan aan te leggen en voor elkaar te krijgen. En er staat inderdaad van alles in, hè? Ja. Zonaanbiddende dingen, hè? Want zo'n vlinderstruik houdt natuurlijk van zon. De vlinderstruik wordt natuurlijk wel heel groot. Ja, dat is wel mooi. Maar gewoon kort knippen in het voorjaar. Precies. Ja, ja, oké. Vooral over een paar jaar, als hij echt heel bossig wordt. Want anders dan verdwijnen al die planten daaronder. Die lamium die eronder staat, het dovenneteltje, houdt weer van schaduw. Campanula. Ja, de campanula is voor de klokjesbij. Dat is een bij die geadopteerd is door deze wijk ook, begreep ik. De klokjesbij is een solitaire bij. Ja. En die heeft niet zoveel... nou ja, die zijn er niet zoveel meer. Nee. Dus als je dan op verschillende plekken zo'n plant hebt staan, dan kan die zich hier huisvesten. Dan is dit echt een perfect bloempje hoor. Ja, hij is heel mooi open, dus hij kan heel makkelijk daar zijn nectar uithalen. Ik vind het hartstikke leuk. Er staat wel weinig wintergroen in. Ja. Dus als straks van de winter komt, dan heb je dat lamiumpje nog, die paar grasjes. Ja, die geraniums. Ik denk dat je er eigenlijk niet veel aan moet doen. Ah. Alleen het onkruid eruit en die planten lekker moet laten afsterven. En pas in het voorjaar het een beetje moet gaan opruimen. Oh, want anders staat er niks. Nou, het is jouw gevel. Ja, dan zijn we er weer. Ja. Eigenlijk kun je een paar dingen. Je hebt akebia, dat kan goed in de schaduw, want het is schaduw. Ja. Maar wel genoeg licht. Genoeg licht. Maar dan nog zal een roos het hier moeilijk doen. Oh, ik zat zelf te denken toch aan de blauwe regen. Wat je al een keer gezegd had, dat je die heel mooi vond. Ja. Moet eigenlijk ook zon, maar kan in een half schaduw. Okay. Misschien dat je iets minder bloemen krijgt, maar wel heel veel blad. Oh ja. Nou, ik wil 2 grote kabels gaan spannen. En even kijken hoe hoog we kunnen komen. Oh, leuk. Ja. Ja. Ja, dat is wel mooi. Nou, we moeten natuurlijk ook gaan graven. Ja, dan moeten die tegels er nog uit. Ja, nou, dan gaan we de ladder pakken. Oké. Okay. Is gespannen. Ja. Netjes geboord met plug in de muur. Is allemaal RVS, dus gaat niet roesten. Oké. Okay. En een spanner ertussen. Oké. Okay. Dus dan kun je die draad mooi strak zetten. Moet ik die nu al aandraaien dan? Ja, voorlopig niet. Oké. Okay. Maar anders heb je zo'n zwabberkabel. Ja. En dan gaat die plant ook alle kanten op. Oh, ja. En mocht die er ooit vanaf moeten, dan kan je hem ontspannen. En dan kan je hem weer van de muur afhalen. Misschien als ze moeten voegen of als ze moeten schilderen. Ja. Oh ja, dat is wel fijn. Ja. Ja. Ja, nou gaan we planten. Maar eerst de tegel eruit. Ja, wat we al dachten, hè? Allemaal wit zand. Ja. Dus daar kunnen we niet in planten. Daar moeten we wel wat van weg gaan graven. Mm-hmm. En wat ik ook doe, ik graaf een beetje van de stoeprand af. Zo die kant op. Ja, zo. Kijk, ik hou dit een beetje schuin. Ja. Dat we deze stoeptegels niet onderholen. Ja. Dus dat we daar niet het witzand onderweg halen, want dan gaan ze duiken. Ja. Nou, voor heel voorzichtig graven, hè. Want overal bij een voordeur gaat natuurlijk van alles naar binnen, naar de meterkast. Ja. Maar je hebt natuurlijk ook nog water. Ja. Oude huizen hebben ook nog een gasleiding, dus dan moet je helemaal voorzichtig zijn. Ja. Dus je moet altijd voorzichtig graven. Kijk, nou, daar zit een internetkabel. Ja. Ik heb hier ook een internetkabel. Nou, daar is die. Ja. Nou ja, wat je wel eens hoort van de blauwe regen is dat mensen zeggen van ja, het bloeit niet. Mm-hmm. Ja, hoe dat precies zit, dat weet ik niet. Ik weet niet hoe ze gekweekt zijn. Maar wat ik wel weet is dat deze wel bloeit. Hoe weet je dan dat die bloeit? Nou, dat kan je zien, omdat aan deze struiken hangen vruchten. Oh. En zonder bloemen geen vruchten. Nee, dat klopt. Nou, de tweede staat ook. Ja, mooi. En is hier nog een opsluitbandje nodig zo, om het af te sluiten? Nee, ik vind het niet nodig, want wij hebben niet onder het witte zand gegraven. Ah. Wij hebben echt gewoon recht naar beneden gegraven. Ja. Er komt geen druk op, er rijden geen auto's langs, dus een opsluitband is niet echt nodig. Okay. Ik ga wel een beetje sterke grassen nog erin zetten, want die vakjes zijn wat groter. Ja. Die zet ik allemaal aan de voorkant. Die zijn wintergroen. En die houden het ook nog weer eens een keer vast. Ah, Oké, super. Nou, we staan erin. Ja, supermooi. Fleurt de boel helemaal op. Nou ja, gaat natuurlijk wel hard groeien. Mm-hmm. Dus er komen wel op een lange scheuten aan, die knip je weg, die in de weg zitten. Ja. En anders laat je het gewoon lekker groeien. Ja. En even water geven het eerste jaar. Oh ja, waarom is het niet nodig om volgend jaar water te geven? Nou, dan is hij al een beetje gezetteld met zijn wortels. Ah, oké. Dan moet hij zelf zoeken, niet te veel verwennen. Mm-hmm. En dit is een hele sterke plant. Ah, oké. Dus die redt het wel. Ja, heel erg bedankt. Ik vind het echt heel mooi geworden. Echt heel leuk. Zelfs zonder een eigen tuin kan je vergroenen. Ga in overleg met je buren of sluit net als Esther je aan bij een buurtinitiatief.